guys, welkom bij een nieuwe vlog van Casual Chic by Babylink. Hoi boys! Hoi! Het is onze first day. Jawel. Het is onze first day in Barcelona en het is eigenlijk al avond, want ik had een klein probleem. Ik had mijn SD-kaart niet mee, die zit nog in mijn computer en gelukkig had Shani er 5 mee. Dus mocht ik een van haar gebruiken. Vandaag hebben ja, we eigenlijk gewoon... Ja, ze heeft 5 camera's. We hebben gewoon vandaag wat in de zon gelegen en ik ben al verbrand. Ik kan er echt niet tegen en Anaïs is getent. Anaïs is verbrand en hier... Wacht even. Damn! Oh nee, ik ben ook verbrand. Ja. Hier verbrand. Hier bruin. Hier wit. Die pas niet? Nee. En straks hebben we nog een avondactiviteit. We moeten eigenlijk allemaal in het rood zijn. Of toch iets Spaansachtig. Maar ik heb geen rood. Dus het zal met dit kleedje van Tutti Chic te doen zijn. Ik hoop dat we gaan dansen. Ja, ik hoop het ook dat we gaan dansen. Dansen, hè? Dus ik ga een kleine roomtour geven, hoe het hier uitziet. Ja, we zullen misschien beginnen met de badkamer. Het is wel al een klein beetje messy. Dus zoals ik zei, het is een klein beetje messy. This is our grief dat we hier allemaal geïnstalleerd hebben. This is me. Hi guys. En dan hebben we zo een douche met een glas ertussen en een bad. Oh my god, your shit smells like shit. Dat is een bidet. Dat is voor een minder hardgehuis, laat ik iets niet doen. Oké, dus dit is de bathroom. Dan hebben we hier de klerenkast. Wel wat triestig is, is dat er maar 6 kapstokken zijn. En voor mij en Anaïs is dat dus een ramp. Ja. Dus we hebben alles op de grond moeten stockeren en op die schappen. En dat was eigenlijk niet echt de bedoeling, maar ja, hoe. Had ik dat geweten, ging ik zowel mijn eigen kapstokken mee. Nee, ik vind dat het Spaans. Ja, maar hij ziet er ook Espanolisch uit. Dan, dit is ons... Wacht. Dit is ons... Tweepersoonsbed met een split tussen. Dat is Anaïs haar kant. Dat is mijn kant. En hier is er voor als er iemand komt logeren, onze sugar daddy, dan leggen wij die hier te slapen. Nee, dat is niet waar. We hebben ook een kleine tv en zo een koffiedingske. En al onze candies liggen hier ook. En dan hebben we al onze stockage van onze schoenen. Oei, oei. En dan ons uitzicht. We hebben ook een pool. Daar hebben we dus van de middag gezeten. Amai, iedereen loopt al buiten. Die beren dan wel. Oh my god. De beren dat veel. We have no life.
afgesproken hebben terug. Ja. En wij zitten nog een beetje in de zon. Kijk, zie je het? Nog een half uur. Wij zitten nog een beetje in de zon. En ja, Jolyn is hier. Jolyn is hier. Hi guys. Gelukkig recht je arm lekker, hè? Wat gaan wij morgen doen? Morgen gaan we de Weerberg beklimmen. Jawel, de Montserrat of zoiets gaan we beklimmen. Maar gewoon aan het zwemmen chillen. Maar dan gaan wij zijn ze. Believe me. Believe me. Let's leave the building. The building? The building. Ibiza. Sagrada Familia en... Wacht, wat mijn hoofd popt hier zo uit, dat klinkt niet uit. We look pretty as fuck with the same hairband. From the Zara. So... Zie je, dat is een bij met die grote zon. But you look pretty. Thanks, girl. Ja, ik ga filmen als iets. Dus tot strakjes hier. Mogen we daar wel voor? Denk dat wel. Oké, ik zie hem al. Hoi! We zitten op de bus. We zijn helemaal naar omhoog naar de Montserrat aan het gaan. En we hebben hoogtevrees, Anaïs en ik. En we zijn mega bang. Hey girl. Ik wil mijn mama. Ik wil ook mijn mama. Dus, ik heb een dikke borst. Dus als jullie deze gsm vinden... Mom, I love you. Wanneer gaan we er bijna zijn? Ik denk het ook, ik hoop het. Zijn we er? Ja. Yes! Alright. Doei. Nu gaan we wandelen. Ciao. Ciao. We made it! Ik heb een nieuw topje aan uit de Zara, een shortje dat ik besteld heb op Zalando. En ik heb mijn haar besteld gedaan omdat het anders een beetje too hot is. And I cried today because she's happy. No, I'm not happy at all. But dat gaan we niet bespreken in deze vlog. Dat gaan we gewoon nooit bespreken. Maar goed, ik
heb het toch wel redelijk goed kunnen wegdoen. Wegsteken, denk ik. En ja, it's just me and my fucking life. Maar ja, ik denk dat iedereen dat wel eens heeft, zeker een shitty, messy life. Ja, wie heeft dat niet? Laten we het zo eens zeggen. Dus ja, kijk, soms moet dat een keer, hè. Even een keer wenen. Een keer er alles uitlaten. Doen waar je je goed bij voelt en doen wat je moet doen en al de shitty lasting. Maar oké, ja, ik heb vandaag ook niet veel gefilmd, zoals hij wel mag gaan bezoeken. Niet. La Sagrada de Familia. La Sagrada de Familia zijn we gaan bezoeken. Dat was echt saai. Ja, het was wel een beetje saai. Maar ik heb het sleutel gegeven van Annie is. Yes, in mijn naam. En wat hebben we nog gedaan? Wat hebben we nog gedaan? Hoe is het weg? Pizza weet ik niet meer. Wat hebben we gedaan? Goed, ik weet niet wat we gedaan hebben, maar amai, we hebben echt een kort gevoel. Ah ja, we zijn naar die berg gaan beklimmen, hè, de Montserrat. Ah ja, oh mijn god. We zijn niet echt geklommen. Nee, dus we zijn op de Montserrat geweest. En dan hebben we een uur op de bus gezeten. Dan zijn we naar een shoppingcentrum geweest. Hebben we een cadeautje gekocht voor onze mama's, moederdag. Au. Voor moederdag. En dan, ja, dat was zo'n beetje ook, hè. Yes. En nu zijn we hier. We hebben eigenlijk niet veel tijd om ons klaar te maken. Dus... Een half uur. Ik heb me nooit op een kwartier geschwingd. Inderdaad. Maar goed, ik ga deze vlog afronden voor vandaag. En als jullie deze vlog leuk vonden, mogen jullie zeker kijken. Thumbs up doen. Oh. En, en dan zie ik jullie terug in de volgende vlog. Ciao. Bye. Anders was het failliet.